Vol verwondering keek je me aan. Sylvia Huisman, je wil het vandaag over het thema verwondering hebben. Zometeen gaan we ook nog praten over een ecologische basisschool die de verwondering heet. Maar eerst even het woord verwondering aan zich. Ja, verrassend. Waarom ben je erop gekomen? Ja, inderdaad, verrassend, ja. Om verschillende redenen, weet je. Het is nu lente. Een paar weken geleden waren al die bomen nog zo kaal als wat. En dan, ja, dat is het dan. Dat is het, hè. Dat en een paar mooie dagen en opeens barst alles eruit. En dat vinden we doodnormaal, want dan is het lente. Maar als je jong bent? Dan? Dan denk je, hé, wat gebeurt hier? Is dat verwondering? Ja, maar ook als je oud bent zoals wij, hè, dat je dan al bijna 50 bent. Ja, Rob. Als je bewust naar dingen kijkt, dan kun je je opeens wel verwonderen daarover. We vinden het doodnormaal dat die boom nu groen is. Maar als je er eens bij stilstaat wat er eigenlijk in die kale boom gebeurt, net voordat dat er allemaal uitbarst, er is een enorm proces gaande in zo'n boom. En als je daarbij stilstaat en dat tot je door laat dringen, dan kun je er eigenlijk ontzettend over verwonderen. Nou, waarom hebben we het daarover? Omdat verwondering ook een manier is om dingen te leren. En niet je kunt dingen leren door rijtjes in je hoofd te stampen, door kennis te verzamelen, vergaren. Maar je kunt dingen eigenlijk op een dieper niveau leren door je ook te verwonderen. Mm-hmm. En stilstaan bij zo'n boom, dat kun je als opvoeder doen, als mens. En als leerkracht kan je een kind erop wijzen van, moet je nou eens kijken wat hier gebeurt. Maar het zit niet alleen in een boom. Het hele leven is één grote verwondering. Als je kijkt naar jonge kinderen, tot een jaar of 4 zijn kinderen echt de grootste verwonderaars die je maar kunt voor. We zijn het allemaal geweest. Dan noem je toch dromers? Ik was altijd een dromer in de klas. Ik ook, ja. Je hebt ook dromers, maar weet je, is dat ook verwondering? Nou, als je denkt aan bijvoorbeeld een babytje dat voor het eerst zich bewust wordt van zijn of haar eigen hand. Kinderen kunnen naar zo'n handje kijken en denken, wat is dat? Dat beweegt. En die worden zich er bewust van dat zij invloed hebben op de beweging van die hand. Nou, dat is een soort van eerste gewaarwording. Maar het hele leven, de hele ontwikkeling werkt op die manier. Kinderen kunnen eindeloos kijken naar een beestje wat ergens, een mier dat een werkje aan het doen is. Wij zijn heel erg geneigd. Hè? Je gaat boodschappen doen met kleine kinderen en zeg je, kom op, we moeten naar de winkel doorlopen. Maar mensen die kleine kinderen hebben, die weten dat zo'n kleintje, daar kun je wel een uur voor uittrekken voor een ritje naar een paar honderd meter verderop naar de Albert Heijn. Ja. Want ze kunnen zich over alles verwonderen. Ja. Kinderen zuigen alle informatie. Je moet geen haast hebben als je even mee op straat gaat. Ja, klopt. Nee, tenzij goed. Ja, Marco. Maar als je wilt dat kinderen leren door verwondering, moet je ook de tijd nemen en de aandacht hebben om dat te laten gebeuren. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Dat raken we kwijt naarmate we sneller naar die Albert Heijn willen en ons hoofd vol hebben met alles wat moet. Maar ik vind het ook een mooie dag. Maar wij verwonderen ons daar natuurlijk ook niet meer over, omdat je dat al, nou ja, in jullie geval bijna 50 jaar meemaakt. Ik maak dat ook al 42 jaar mee. Dat je dus ziet van, nou goed, het wordt lente. Dus dan krijgen we de blaadjes naar bomen. Ja. Dat verwondert niet meer. Er zijn nog maar heel weinig dingen die verwonderen. Ja, en dat is eigenlijk heel jammer. Want je kunt ook als je al volwassen bent, kun je je wel ga er maar eens over nadenken. Sta maar eens stil. Ook voor ons als volwassenen is dat heel mooi om je te blijven verwonderen. Want dan zie je eigenlijk uit wat voor prachtig geheel waar je deel van uitmaakt. Maar waarom breng je dit onderwerp? Verwonderen we ons niet meer? Verwonderen kinderen zich niet meer? Jawel hoor, kinderen die doen dat gewoon en die willen niet anders. En ik vind het mooi om het er vandaag over te hebben, omdat het ook, verwonderen maakt ook blij. Verwonderen maakt dat je dingen leert. Dat je diep van binnen dingen beleeft. Hè, als jij ziet dat er in de natuur iets heel erg moois gebeurt, dan verzamel je niet alleen kennis over wat er gebeurt, maar als er iets onverwachts gebeurt, dat is verwonderen. Hè? Dat je eigenlijk, er gebeurt iets wat je niet wist. Nee. En dat verrast je. En als je verrast wordt, dan ben je blij. Ja. En dan heb je een beleving. En een beleving, die sla je op in je lijf. We hebben allemaal, als we terugdenken aan vroeger, van die mooie dingen, of dat je iets hebt meegemaakt, of dat je in het buitenland was, dat je iets zag wat je ontzettend raakte. Ik ben met mijn jongens jaren geleden naar Jordanië geweest. En dan loop je in Petra door die kloof. En dan zie je, nou, dat is een soort wereldwonder. Wat zich dan opeens, dat is helemaal uitgehakt daar. Hè? Ja. En dat hadden we al lang op plaatjes gezien. En ze wisten dat al. Anders, maar op het moment dat je het ziet en beleeft, vergeet je het nooit meer. Nee, nou, om ons nou te helpen, want we raken dat dus gaandeweg kwijt. Mm-hmm.
En ook in het onderwijs zie je dat dat wel steeds meer terugkomt. Hè? Dat deze manier van leren, ontdekkend leren, steeds meer weer opnieuw wordt ingebracht in het onderwijs. Nou, er zijn ook allemaal hulpmiddelen voor. Dit is een setje verwonderingskaart. Is ontwikkeld door Onderwijs met Stijl. Daar kun je het ook bestellen. Dit is een set met 48, meen ik, kaarten waarop allerlei vragen staan die verdeeld zijn in verschillende categorieën. Mm-hmm. En dat zijn vragen om over na te denken, om kinderen aan het denken te zetten, om te kijken wat zou je antwoord zijn, wat zou je oplossing zijn. Stel eens een vraag aan Marco. Geef eens een voorbeeld. Aan mij ook weer, ja. Ja. Bijvoorbeeld, hebben we hier een vraag. Welk idee uit de natuur lijkt jou handig voor een robot? Welk idee uit de natuur lijkt jou handig voor een robot? Het idee uit de natuur. Of bijvoorbeeld de vraag, hoe organiseer je op een eerlijke manier een kleurwedstrijd? Hoe ziet jouw verdriet eruit? Nou, en zo zijn er 48 kaarten. Dat zien jullie allemaal al echt heel verwonderd kijken. Ja. Het zijn vragen die doen een beroep op je hogere denkvermogen. Mm-hmm. Maar dat is niet voor kinderen dit, toch? Dit is voor kinderen. Dit is voor kinderen? Ja. Hebben die al zo'n hoog denkvermogen? Ja. Blijkbaar een hoger denkvermogen. En dat kun je ook stimuleren. Kinderen zijn die denken heel graag na en die zoeken heel graag naar oplossingen. En dit zijn eigenlijk vragen waarmee je een beetje chaos creëert. Als jij een hele duidelijke vraag stelt, waar je ook een heel duidelijk antwoord op kan geven, dan hoef je eigenlijk alleen je lagere denkniveau aan te spreken. Want dan moet je iets snappen, begrijpen. Ja. En dan geef je antwoord en zo is het dan. Maar als je een vraag stelt waar niet zo eenvoudig een antwoord op te geven is, dan creëer je eigenlijk een beetje chaos in het hoofd van het kind. Ja. En dat stimuleert een kind tot creatief denken, tot scheppen, tot analyseren en tot een oplossing komen waar je niet zozeer op het eerste moment aan dacht. En door dat te doen, gebeurt er van alles ook in het lijf van dat kind. Dus spreek je niet alleen het hoofd aan, maar eigenlijk alle zintuigen. En het mooie van dit, nou, dit is een hulpmiddel. Wordt dat op alle scholen al gebruikt? Nee hoor, want het is er nog niet zo lang, dit spel. Het is vorig jaar uitgekomen. En dus, ik bedoel, dit is één vorm, maar er zijn talloze hulpmiddelen voor in het onderwijs, waar op deze manier mee gewerkt kan worden. Ja. Dit vind ik een heel leuk handzaam setje. Er zit een piepkleine gebruiksaanwijzing bij. Dus ik wil het echt mensen aanraden. Voor school, maar ook voor thuis. Maar over die school gesproken, die ecologische basisschool die in Nobelhorst, die daar gaat komen. Dit is echt typisch iets wat zij daar gaan gebruiken. Nou ja, die school die daar gaat komen, dat is dus echt super tof. Dat is de eerste 100% ecologische basisschool in Nederland. Dat betekent dat dat gebouw wordt nu ontwikkeld. En dat wordt helemaal op een ecologische manier neergezet. Met qua materialen, maar ook op een hele duurzame manier. Bijvoorbeeld een kleien muur of zo. Een muur van klei, zoiets. Verantwoord hout bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar er komen zonnepanelen op het dak. En niet om een beetje interessant te doen, maar omdat dat echt helemaal in de visie zit van die wijk, maar ook van deze school. En ook de visie op het onderwijs, duurzaam onderwijs. Maar krijgen de kinderen ook ander onderwijs dan? Nou, ze krijgen in feite hetzelfde. Ze leren hetzelfde, maar op een andere manier. Ik denk niet dat ze plastic bekertjes. Nee, dat ze dus niet hebben, nee. Nee, deze school krijgt bijvoorbeeld een buitenlokaal in de school. En dat is een lokaal, nou, dat is een ruimte in de school waar je gewoon buiten bent. En je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld, je hebt een rekenles en kinderen krijgen op zo'n manier, hè, zoals we net in die kaartjes zeiden, de opdracht van ga eens deze som uitrekenen en gebruik eens iets uit de natuur om het antwoord te vinden. Oh, dat was niks voor mij geweest. Nee, voor mij ik moet altijd gewoon 1 en 1 is 2 en 4. Ja. Ik moet gewoon de tafels, want anders als ik hiermee ga, dan 4 en 4 voor is. Jou zou het niks zijn. Nee. Nou, ik denk, voor sommige kinderen misschien wel, maar niet voor alle kinderen. Nee. Het heeft een beetje opvoeding te maken natuurlijk, hè? Nou, denk ik wel, ja. Nou, als je ouders er altijd mee bezig zijn. Kijk, wat ons allemaal verbindt, is dat we allemaal op deze aarde wonen. En we zijn allemaal onderdeel van de aarde. En we zijn ook allemaal onderdeel van de natuur. En kinderen, die moeten nog veel langer dan wij voort op deze aarde. Dus het is ook belangrijk het is mooi als je je ook een beetje eigenaar voelt van dat wat je leert hier op aarde. En dat je ook kunt verbinden met. Dus eigenlijk ecologie wordt toegepast in allerlei vakken op school eigenlijk. Dus, ja, nou weet je, ik hoorde de directeur, sprak ik laatst, en die zei van ik wil eigenlijk dat ouders van de kinderen die bij ons op school zitten, dat die mij opbellen naar school dit om te klagen van hey, mijn kind is gewoon thuis gekomen. Dat was niet de bedoeling. Waar het nu vaak gebeurt dat een moeder opbelt boos van jullie zijn buiten geweest, het is een vlek in de kleren. De gedachte achter deze school is dat alle kinderen hebben daar ook een paar kaplaarsjes staan. Dat is ook het soort symbool van de school. Die school wordt uit de klei opgetrokken. Ja. Maar het is ook een school waar je veel kan beleven en waar je op een andere manier onderwijs krijgt. Dus niet door droog in je bankje te zitten, met respect voor alle andere vormen van onderwijs natuurlijk. Ja. Ja.
Maar waar je het onderwijs echt kunt beleven als kind. En waar je dus op die verwonderende manier, daarom heet die school ook zo, dat je dat dus van binnenuit gaat leren. En dat je niet een regel hebt. Bijvoorbeeld dat je je brood niet in een plastic zakje meeneemt. Of dat je je drinken in een duurzame drinkbeker meeneemt. In plaats van dat je iedere dag een pakje in de prullenbak mikt. Dat het niet een regel is, maar dat een kind, zeg maar, van binnenuit leert dat dat belangrijk is, omdat we op die manier voor de aarde en voor elkaar zorgen. Beter kunnen zorgen, ja. Dus en die school die start na de zomervakantie. En meer informatie is te vinden op verwondering-almere.nl. Sylvia, dankjewel. Tot de volgende keer. Oké.